27 jaar en ik heb gezondheid en levenswetenschappen en klinische neuropsychologie gestudeerd. Ik wilde vooral graag in de zorg werken en daarnaast ben ik gemotiveerd om de zorg steeds beter te maken. Dat kan het beste met onderzoek waarin je samenwerkt met de patiënt. Patiëntgebonden onderzoek heet dat. Ik heb onderzocht hoe we kennis over biomarkers kunnen vertalen naar de dagelijkse klinische praktijk. Biomarkers vertellen ons wat er in het lichaam gebeurt. Voor dementie meten we dat meestal in het hersenvocht of op de MRI-scan. De informatie van biomarkers heb ik gecombineerd met kenmerken van patiënten, zoals leeftijd en geslacht, in statistische rekenmodellen. Met die rekenmodellen kunnen we nu beter voorspellen of een patiënt met milde klachten uiteindelijk ook echt dementie zal ontwikkelen. We kunnen patiënten nu beter informeren over de toekomst. Als de voorspelling laat zien dat het risico op dementie bij een patiënt laag is, dan kan de arts deze patiënt geruststellen. Als de voorspelling laat zien dat het risico op dementie hoog is, dan kan dat helpen om de patiënt zo goed mogelijk te steunen bij het maken van keuzes in de toekomst.